Het geneesmiddel van de week is ibuprofen. Ibuprofen is bij velen van jullie waarschijnlijk bekend als dat mooie roze pilletje. Het is een zeer gemakkelijk te verkrijgen en veel gebruikte pijnstiller, dus noodzakelijk om daar iets over te weten. Ibuprofen is een geneesmiddel dat bij de drogist verkrijgbaar is in doseringen tot 400 milligram. Een hogere dosis van 600 milligram is op recept verkrijgbaar. De stofnaam ibuprofen is ook bekend onder merknaam als Advil, Brufen en Nurofen. Ibuprofen behoort tot de groep van de NSAID's, oftewel de niet-steroïde ontstekingsremmers. Ibuprofen wordt gebruikt bij allerlei soorten pijn en ook als koortsremmer. Eerst iets over de farmacokinetiek. Wat doet het lichaam met ibuprofen? Na orale inname van een tablet wordt ibuprofen zeer snel en voor 80% opgenomen. Na 1 à 2 uur wordt de maximale concentratie in het bloed bereikt. Ibuprofen wordt voornamelijk in de lever afgebroken tot inactieve metabolieten. Deze metabolieten worden voornamelijk via de urine uitgescheiden. De halfwaardetijd van ibuprofen is ongeveer 2 uur. Dan iets over wat ibuprofen doet met het lichaam. Wat merk je als je ibuprofen hebt ingenomen? De positieve kenmerken van ibuprofen zijn dat pijn en koorts kunnen verminderen of zelfs verdwijnen. Er zijn ook bijwerkingen. Veel gebruikers hebben last van diarree en een verminderde eetlust. Bijwerkingen die ook vaak voorkomen zijn hoofdpijn, duizeligheid en maag-darmklachten. Deze werking en tevens de bijwerkingen kunnen verklaard worden door wat dieper in te zoomen op de werking van ibuprofen. Ibuprofen is een prostaglandine synthetase remmer. Aan de hand van het plaatje uit de TRC-database zal ik jullie zowel de werking als de bijwerkingen van ibuprofen proberen uit te leggen. Cyclooxygenase, COX, is het centrale enzym in de prostaglandine synthese. COX zet arachidonzuur in het plaatje als AA aangemerkt om in prostaglandine. Door remming van de aanmaak van prostaglandines wordt de keten van pathofysiologische processen rondom ontstekingsreacties doorbroken en treedt een pijnstillend en ontstekingsremmend effect op. Dezelfde prostaglandines die bij een ontstekingsreactie betrokken zijn, zorgen ook voor remming van maagzuursecretie en het stimuleren van de productie van de mucuslaag van de maag. Je kunt je voorstellen dat er door minder mucus en meer maagzuur een grotere kans op een ulcus is. Ibuprofen is een niet-selectieve COX-remmer en geeft daarom meer maag-darmklachten dan sommige selectieve COX-remmers. Wanneer er een verhoogd risico bestaat op een ulcus, zoals bij oudere patiënten of patiënten met een ulcus in de voorgeschiedenis, schrijf er dan altijd een maagbeschermer bij voor. Bijvoorbeeld een protonpompremmer zoals omeprazol. Over omeprazol is ook een geneesmiddel van de weekeditie beschikbaar. Bij sommige patiënten, zoals patiënten met een ulcus of patiënten met de ziekte van Crohn of een actieve colitis ulcerosa, is ibuprofen gecontra-indiceerd. Verder kent ibuprofen vele verschillende relevante interacties met andere geneesmiddelen, waarvan ik er nu 2 zal noemen. Het eerste voorbeeld is gelijktijdig gebruik van orale anticoagulantia en ibuprofen, waardoor de kans op bloedingen toeneemt. Het tweede voorbeeld zijn thiazide diuretica, waarvan de werking verminderd kan worden door ibuprofen. Vermoedelijk door met prostaglandine synthese remming in de nier samenhangende natriumretentie. Daarom is ibuprofen gecontra-indiceerd bij patiënten met een hoog risico op uitdroging en patiënten met een nierfunctiestoornis. Samenvattend, ibuprofen is een prostaglandine synthetase remmer. Het is werkzaam bij pijn en koorts, maar geeft ook bijwerkingen. Door de remming van prostaglandine is er ook een verhoogd risico op maagbloedingen. Daarom moet bij ouderen en risicopatiënten met bijvoorbeeld een ulcus in de voorgeschiedenis altijd een maagbeschermer erbij worden geschreven. Ibuprofen kent een aantal relevante contra-indicaties en geneesmiddeleninteracties. Wees daar alert op.